Lisanne de Witte, 400 meter. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk mogen we je feliciteren. Je bent erbij. Eindelijk, ja. Het heeft even geduurd zo. Maar inderdaad, nu zit gelukkig de titel erop. We hebben die op zak. Dus ja, kan ik eindelijk naar het toernooi toe werken. Dat is wel fijn. Opgelucht, blij, of toch zit die tijdje nog een beetje dwars? Ja, zeker. Die tijd zit me nog zeker dwars. Ik ben wel opgelucht dat ik in ieder geval het op het EK dan kan laten zien. Want dat is, ja, ik weet wel dat ik daar gewoon veel beter ga lopen. En ik zat echt tegen die tijd aan te hikken en dat lukt maar niet en dat lukt maar niet. Dus aan de ene kant vind ik dat nog steeds heel frustrerend dat dat nu nog steeds niet lukt. Maar ja, dit is in ieder geval mooi. En nu kunnen we vooruitkijken, die race straks hier in Amsterdam. Hoe ga je daar aan beginnen? Ja, stap voor stap. Ik eerst die series doorkomen. Ik denk dat ik dan al redelijk hard moet gaan en dan die halve finale hetzelfde. Ik hoop gewoon dat ik die finale haal en dan weet ik dat er mooie dingen kunnen gebeuren. Dus ja, daar hoop ik op. En dan loopt je zusje ook goed natuurlijk. Nicky van Leuven loopt goed. Ja. Komt er een ploeg, denk je? Ik denk het wel en ik hoop het ook. Ik denk wel dat het kan. Ik denk ook dat we een goede kans hebben. Dus ik hoop heel erg dat ze ons sturen. En dan denk ik wel dat we iets moois kunnen laten zien daar. Hoop ik ook. Maar we zien jou in elk geval. Ja, inderdaad. Dat is zeker weten. Heel veel succes. Dankjewel.